allemaal en welkom in de White Goblin Games woonkamer. Vandaag zijn jullie avonturiers en je bent beland op een eiland waar schatten verborgen liggen. Maar elke stap die je doet op het eiland zorgt ervoor dat een stuk van het eiland onder water komt te staan. Misschien wel de plekken waar de schatten liggen. Dus het wordt een soort race tegen de klok. En jullie moeten elkaars vaardigheden gebruiken om zo snel mogelijk de schatten te vinden en van het eiland af te komen. Nou, wil je weten hoe je dit spannende spel speelt? Kijk dan mee naar de uitlegvideo van Het Verboden Eiland. De voorbereiding. Schud de 24 eilandtegels en leg ze willekeurig neer met de illustratie naar boven in deze vorm. De vier schatfiguren zet je rondom het eiland. Sorteer de kaarten in drie stapels, namelijk de overstromingsstapel, de schatstapel en de avonturierstapel. Schud de overstromingskaarten en leg ze in een gedekte stapel naast het eiland. Trek de bovenste 6 kaarten 1 voor 1 en leg deze open neer. Draai voor iedere getrokken kaart de bijbehorende tegel om naar de blauw-witte overstroomde zijde. Schud de 6 avonturierkaarten en geef iedere speler een kaart. Iedere speler neemt een rol aan van een avonturier met een speciale eigenschap. Deze eigenschappen kunnen tegen de regels ingaan en zijn altijd leidend. Neem de pion van de kleur van je avonturierkaart en zet hem op de bijbehorende eilandtegel. Het is mogelijk om op een overstroomde tegel te beginnen. Schud de schatstapel en geef iedere speler 2 kaarten. Leg deze voor je neer, zodat iedereen ze goed kan zien. Als iemand een Het Water Stijgt kaart heeft gekregen, dan geef je hem een andere kaart en schud je de Het Water Stijgt kaart terug in de stapel. Leg de schatkaarten gedekt naast het speelveld. Zet de waterstandmeter op de moeilijkheidsgraad naar keuze. Nu begint de eerste speler met het uitvoeren van acties. Elke beurt mag je maximaal 3 acties uitvoeren. Verplaatsen. Voor 1 actie per stap mag je je pion verplaatsen naar een aangrenzende eilandtegel links, rechts, boven of onder je pion. Je mag nooit diagonaal. Je mag op een overstroomde tegel staan, maar je mag niet op de plek van een verdwenen tegel staan of er overheen bewegen. Droogleggen. Voor 1 actie per keer mag je een aangrenzende overstroomde eilandtegel of de tegel waarop je pion staat droogleggen. Om een eilandtegel droog te leggen draai je hem om naar de droge kant. Je kan geen tegel droogleggen als deze uit het spel is. Een schatkaart geven. Je mag 1 of meer schatkaarten aan een speler geven als zijn pion op dezelfde tegel staat als de jouwe. Het kost 1 actie per kaart die je weg wilt geven. Je mag geen speciale actiekaarten weggeven. Een schat vinden. Je mag voor 1 actie 4 schatkaarten van een schat inleveren om deze schat te vinden. Je pion moet daarvoor op een van de bijbehorende tegels staan. Leg de kaarten af en zet de schat voor je neer. Je kunt schatten nog steeds vinden als de tegels overstroomd zijn. Schatkaarten trekken. Nadat je je acties hebt uitgevoerd, moet je 2 kaarten 1 voor 1 van de schatstapel trekken en open neerleggen bij je andere kaarten. Als je een Het Water Stijgt kaart trekt, dan leg je deze niet bij je kaarten, maar moet je de instructies opvolgen. Verplaats de waterstandmeter omhoog, zodat deze het volgende niveau op de waterstand aanwijst. Daarna neem je alle kaarten van de aflegstapel met overstromingskaarten, schud ze goed en leg ze bovenop de overstromingstapel. Als laatste leg je de Het Water Stijgt kaart op de aflegstapel met schatkaarten. Er zijn ook speciale kaarten die je op ieder moment kunt inzetten. Het spelen van een speciale actiekaart kost geen actie. Leg ook deze kaarten af nadat je ze hebt gespeeld. Je mag slechts 5 kaarten in je hand hebben. Als je ooit 6 of meer kaarten in je hand hebt, moet je direct kaarten afleggen tot je weer 5 kaarten in je hand hebt. Overstromingskaarten trekken. Nu neem je de rol over van het verboden eiland. Trek zoveel overstromingskaarten als de waterstandmeter aangeeft en leg ze 1 voor 1 open op de aflegstapel. Als de bijbehorende tegel niet overstroomd is, draai je hem om naar de overstroomde kant. Als de bijbehorende tegel al wel overstroomd is, verdwijnt deze uit het spel. Het is niet mogelijk om de actiekaart helikoptervlucht of zandzakken te spelen als een tegel verdwijnt. Pionnen op tegels die overstromen blijven op de tegel staan. Als de tegel verdwijnt, dan moet je de pion verplaatsen naar een aangrenzende tegel links, rechts, boven of onder. Als geen enkele aangrenzende tegel beschikbaar is, zinkt deze speler mee de diepte in en is het spel verloren. Einde van het spel. Het spel eindigt en jullie verliezen het spel als bijbehorende tegels van een schat verdwenen zijn of als de dwazenlandplaats verdwijnt, maar ook als een speler op een verdwijnende tegel staat en niet naar een andere tegel kan zwemmen of als de waterstand het niveau met het doodhoofd bereikt. Maar als jullie alle 4 de schatten hebben gevonden, iedere pion zich bevindt op de dwazenlandplaats en iemand de helikoptervlucht speelt, dan hebben jullie veilig het eiland verlaten en het spel gewonnen! Het Verboden Eiland is gewoon een heel cool spel en daarom heeft het ook zoveel nominaties mogen ontvangen voor bijvoorbeeld het beste speelgoed van het jaar.
Maar er zijn meer van dit soort coöperatieve spellen te vinden op www.whitecomicgames.nl. Nou, vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal, doe een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter, want daar word ik heel erg blij van en dan kan het kanaal nog meer groeien. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende uitlegvideo.